Sandler. Van Polen. En zo is het balbezit in de openingsfase voor Zwolle. Is dit een goede bal? De eerste mogelijkheid in de wedstrijd. Lamely kan er net niet aankomen. Lamely. Tsimikas zit ertussen. Lamely is gretig. Gretiger een Kroeks. Bacicek. Dit is een goede aanval. Oh, wat een rotte. Daar heb je alles op van de wereld. En de laatste stoot is ook niet voor de rechtsbuiten van PEC Zwolle. Lamely zet de aanval zelf op. De 1-2 met Bacicek. En Welleroyter heeft hier alle geluk van de wereld. En ook in de nastoot komt de doelman van Willem II goed weg. Is dit wel of geen buitenspel? Het is geen buitenspel. Kroeks! Met de eerste kans voor Willem II in de wedstrijd. Mokhtar. Mokhtar! Welleroyter. Bokst de bal weg. En zo zijn de beste mogelijkheden in de openingsfase voor de ploeg van het Schip. De mogelijkheid voor Zwolle. Lamely met een heerlijk balletje richting Mokhtar. Mokhtar. De weg is lang, nog steeds Mokhtar. Mokhtar. Nee, net iets te lang. Thomas met de aansluiting. Lamely. En dan naar buiten. Zo, dat is voetbal in de omschakeling, zeg. Er was een mogelijkheid voor Willem II. En uiteindelijk krijgt Zwolle de kans. In eerste instantie via Mokhtar. En in tweede instantie via Lamely en Welleroyter met een goede redding. Saimak, Marcellus. Zo, handigheidje. Lamely en de bal richting Bacicek. Welleroyter doet het goed, zeg. Doordat Mokhtar de bal voorbij de doelman krijgt. Hij is voorlopig nog een staande weg, Welleroyter, de Duitse doelman. Weer een goede aanval van Zwolle. Bacicek kiest positie. Nou, loopt er binnen zou ik zeggen. Nee, weer wel naar buiten. Wat een kans zeg voor Mokhtar. Om gek van te worden. Want Zwolle had eigenlijk al moeten scoren in deze wedstrijd. Mokhtar. Dekker heeft weer wat ruimte. Dekker, Lamely. Iets naar binnen getrokken. Lamely. Nu dan Lamely. Wel naar buiten. Ja, Zwolle moet winnen. Wil het kans blijven maken op de play-offs voor Europees voetbal. Dan ineens Saimak. Zwolle klopt op de deur bij Willem II. Lamely. Saimak. Lamely nu dan. Nee. Maar ze komen dichterbij. Mokhtar van Polen. En dan kijken of Bacicek in te spelen valt. Azuzi maakt van Polen de bal afhandig. Nou, dit is de kans voor Willem II. En nee! Ja, de invaller had meteen kunnen scoren. Kroeks, die bal dat hij gewisseld is. Gaan we nog een winnaar krijgen vanmiddag hier in Zwolle. Bij deze wedstrijd tussen PEC Zwolle en Willem II. Nee, niet weg. Goed weggedraaid. Menig is snel. Dankelaar is ook snel. Menig en Welleroyter. Oeh, Frans Sol krijgt de bal van Marcellus. Een soort van cadeautje, maar Sandler was nog in de buurt. Nou, daar is wel de 0-1. Het is uitgerekend. De inval. Ismael Azuzi die scoort. Welleroyter met een diepe bal. Het schoonheidsfoutje van Marcellus. Sol die kijkt. Ja, hier het duel dat Van Polen verliest. Een keurig binnengeschoten door die invaller. Sandler komt niet in balbezit. Sandler nu wel afleggen. Lamely. Het is een druk in de 16. Lamely richting Vrijden. Nee, het is Lachman die de bal van de lijn afhaalt. Het zit Zwolle ook niet mee in deze fase. Nou, nu dan. Mokhtar. Mokhtar, weer niet. Lamely in de naast. Lamely, nee.
Werner-Reuter, ja, als je deze niet maakt, dan kun je voetballen tot de zomer van 2020. Deze had er gewoon ingemoeten. Het is nu afgelopen. En de play-offs voor Europees voetbal zijn ver weg voor de ploeg van John van het Schip. En Robbenmond viert feest. Want Zwolle verliest door een goal. Ze scoort in de 66e minuut door Azaoui met 0-1 van Willem II.